gaat de vaste Kamercommissie voor Financiën in debat in een zogenoemd nota-overleg. Een nota-overleg betekent dat er in de tweede termijn ook moties kunnen worden ingediend. Maar goed, daar zijn we nog lang niet. We beginnen gewoon met de eerste termijn. Welkom aan de mensen op de tribune, mensen die meekijken. Welkom aan de staatssecretaris Van Rij. Maar vooral ook welkom aan de initiatiefnemers voor de initiatiefnota waar wij in dit nota-overleg over gaan debatteren. En die heeft als titel de aanpak van Nederland als belastingparadijs. En is opgesteld door de heer Van der Lee en meneer Nijboer van GroenLinks en de PvdA respectievelijk. En dus ook welkom aan meneer Kavelaars die als fractieondersteuning daar heel erg bij heeft bijgedragen, vermoed ik zomaar. Dus ze kunnen niet zonder meneer Kavelaars dit debat voeren. Dus fijn dat u er ook bent. Welkom aan mijn collega Kamerleden. En meneer De Jong namens D66, meneer Mulder namens de PVV, meneer Itziga namens de VVD, meneer Efraïm namens de Groep van Haga, meneer Bussoff namens de PvdA en meneer Alkaya namens de SP. Ik zal geen opmerkingen maken over de geslachtsbalans, maar u heeft het in de gaten. We gaan zo beginnen met de eerste termijn. Officieel is een nota-overleg zeg maar een soort een bijzonder commissiedebat. Dus officieel heeft elke fractie een andere spreektijd naar grootte van de fractie. Heeft iedereen daar ook op gerekend? Ik kijk even rond. Ja, iedereen weet wat zijn indicatieve spreektijd is. Dus dan hoef ik dat nu niet op te noemen, maar kan ik er wel op handhaven. En heet ik ook de heer Dassen namens Volt welkom. We beginnen zo met de eerste termijn van de Kamer. Dan gaan de Kamerleden hun inbreng doen. Mogen elkaar daarbij interrumperen. Dan gaan we naar de eerste termijn van de initiatiefnemers. En daarna naar de eerste termijn van, van de zijde van het kabinet. Dus we doen de eerste termijn eigenlijk een soort in drie fases. En uw interrupties kunt u op elkaar doen. Maar ook uiteraard op de initiatiefnemers en de staatssecretaris. En ik wou het totaal gewoon vaststellen op 8. Dan kunt u zeg maar zelf weten hoe u die verdeelt over de eerste termijn. Meneer De Jong, het woord is aan u namens de D66-fractie. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, er zijn een aantal onderwerpen die ik vandaag ook graag aan de orde wil brengen. Dat gaat over Nederland als mogelijk belastingparadijs. Welke maatregelen we al nemen. Ik wil iets zeggen over de fiscale regeling, over de timing van de maatregelen, het belang van de multilaterale aanpak en de vergeten regelingen. Voorzitter, laat ik beginnen. Niet voor de eerste keer deze week, mag ik zeggen. Graag met het bedanken van mijn uiterst productieve collega's Van der Lee en Nijboer, want ze produceren initiatiefstukken op een tempo waar ook konijnen nog trots op kunnen zijn. En wederom complimenten ook voor hen en ook aan de beleidsondersteuning. Want er ligt weer een prachtig stuk met een lijst aan maatregelen waar mijn hoofd nu nog steeds van duizelt. En laat ik duidelijk zijn, D66 is het uiteraard volledig eens met de stelling dat Nederland geen belastingparadijs moet zijn. Daarom, voorzitter, is het zo mooi dat er nog een andere lange lijst aan maatregelen ligt. Dat is namelijk de lijst aan maatregelen die dit kabinet en het vorige genomen hebben op het gebied van tegengaan van belastingontwijking en ontduiking. En ik noem er een paar. In 2020 is de bronheffing op royalties en rente ingevoerd. En hierdoor is de omvang van de geldstromen naar laag belastende jurisdicties gedaald van 38 miljard in 2019 naar 6 miljard in 2021. Een daling van maar liefst 32 miljard. Een stortvloed aan Europese richtlijnen is de afgelopen jaren opgenomen in de Nederlandse wetten. ATAD 1, DAC 6, CFC en zo nog een aantal onmogelijke afkortingen. Tussen 2005 en 2015 stalden Amerikaanse bedrijven meer dan half biljoen euro in Nederland door gebruik te maken van de CVBV-structuur. Deze is onschadelijk gemaakt. Ook de hybride lening bestaat niet meer. Dat was een gekunstelde lening om over dezelfde geldstroom in twee landen tegelijkertijd belastingaftrek te claimen. Ook is de earning stripping maatregel ingevoerd. Een bedrijf mag nu niet meer dan 30% van zijn winst aftrekken als rente. Pillar 2, een minimumbelasting van 15% voor multinationals, wordt ingevoerd. En mijn vraag aan de initiatiefnemers is dan ook, wat is jullie definitie nou van een paradijs? Nu ik me dit zeg, besef ik misschien dat ik even moet denken aan collega Grimmis of Stoffer. Maar ik kan me niet voorstellen dat hun definitie van het paradijs, of in dit geval het belastingparadijs, overeenkomt met de staat van Nederland nu. En niet alleen ik zeg dit hier, ook de Europese Commissie zegt dat. En lang kreeg Nederland namelijk van hen kritiek op ons belastingstelsel. Maar nu niet meer. Ook zij erkennen dus dat het beleid van dit kabinet belangrijke en goede resultaten heeft opgeleverd. Ook op een ander punt vallen zowel ik als de initiatiefnemers in herhaling. Namelijk op het gebied van de fiscale regelingen. Ook ik ben tegen ondoelmatige fiscale regelingen. Ook ik ben tegen misbruik van regelingen. Ook ik ben tegen een baby-BV. Of tegen het ontwijken van erf- en schenkbelasting.
via de BOR. Maar ook hier doen we al veel. De staatssecretaris komt binnen nu en volgens mij anderhalve maand met zijn uitwerking van de opdracht om het misbruik en het ondoelmatig gebruik terug te dringen. En dat duurt dus niet lang meer. En ik wil dat gewoon eerst hebben voordat we overgaan voor aanvullende acties. En natuurlijk sluit ik niet uit dat aanvullend iets nodig is, maar het moet wel op het juiste moment gebeuren. Dan, voorzitter, de timing. Het belang van een gedegen afweging en de juiste timing geldt ook voor de verdere verbetering van ons belastingregime. Ook D66 zal niet rusten tot iedereen netjes belasting betaalt en Nederland geen belastingontwijking of ontduiking faciliteert. Maar om goed te weten wat er nog moet gebeuren, moeten we wel weten waar we nu precies staan. En zoals gezegd zijn er recent veel maatregelen genomen. Er lopen nog veel gesprekken over internationale maatregelen. En die internationale route is toch vaak een route die effectiever is dan unilateraal van alles besluiten. En want die maatregelen hebben altijd het risico dat het probleem niet opgelost wordt, maar alleen verplaatst. Terwijl de economie er wel onder kan lijden. En mijn boodschap aan dit kabinet is dan ook: maak alsjeblieft zoveel mogelijk haast hiermee. En mijn vraag aan de staatssecretaris op deze: kunt u een update geven van waar we nu staan op deze internationale trajecten? Dan, voorzitter, vergeet de regelingen. Want ik zei het net al, D66 wil dat iedereen netjes belasting betaalt. Daarom vinden we het ook belangrijk dat er echt breed gekeken wordt naar de wenselijkheid van alle fiscale regelingen. En zo krijgen de landbouw en de scheepvaart nog allerlei fiscale voordelen, zoals bijvoorbeeld via de tonnageregeling. Mijn vraag aan de staatssecretaris is dan ook: is de doelmatigheid van deze regelingen bekend? En zo niet, wanneer wordt deze onderzocht? Voorzitter, ik rond af. Het eerlijk betalen van belasting door iedereen is belangrijk. En Nederland moet hierin zeker het goede voorbeeld geven. We moeten echter niet vergeten dat investeringen, banen en een goede economie ook belangrijk zijn. Maatregelen die te hard ingrijpen op het een kunnen bijten in het ander. En D66 zegt daarom ook geen nee tegen extra maatregelen, maar vindt wel dat die op het juiste moment genomen moeten worden. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Jong. En dan geef ik het woord aan de heer Mulder, die spreekt namens de PVV-fractie. Ja, een beetje hetzelfde begin als mijn buurman. Ook mijn hartelijke complimenten aan de initiatiefnemers. Het is vorige week een wet, vandaag een nota. Laten we er, voorzitter, geen gewoonte van maken dat ik iedere week GroenLinks en PvdA complimenten moet geven. Maar desalniettemin, hartstikke goed, jongens. Om maar met de deur in huis te vallen, en dat deed D66 net ook. Alleen wij kijken er net wat anders tegenaan. PVV kan niet meegaan in de kwalificatie van de initiatiefnemers dat Nederland een belastingparadijs is. Daarbij wil ik wel gelijk opmerken dat ook wij tegen belastingontwijking zijn. We vinden dat onwenselijk. Ook al is het alleen maar omdat iemand altijd de dupe is daarvan. En dat kan de burger zijn, maar ook een bedrijf dat wel netjes zijn en keurig zijn belasting betaald. En nog iets anders, ik wil ook benoemen dat de PVV niet op alle vlakken de visie van de initiatiefnemers deelt aangaande wat zich wel of niet kwalificeert als belastingontwijking. Vorige week hadden we daar een debat over, bijvoorbeeld met de BOR. Wij zien dat niet als belastingontwijking. Wij kijken soms gewoon anders tegen zaken aan dan de initiatiefnemers, voorzitter. Bijvoorbeeld, de PVV is niet zo van de opgelegde dictaten uit Brussel. En ook het inleveren van onze eigen fiscale soevereiniteit of het zonder reden overhevelen van Nederlands belastinggeld naar ontwikkelingslanden vinden wij niet goed. Want bij ons staat Nederland wel op één. Voorzitter, dan de voorstellen. Als ik goed heb geteld, betreft het hier 36 maatregelen. 36, voorzitter. Het lijkt er een beetje op alsof GroenLinks en PvdA zeg maar al hun verkiezingsprogramma's en moties en voorstellen zijn nagaan, hebben gezegd: nou, welke zijn nog niet aangenomen? Daar rouzen we nietje door en dan hebben we een nota. Voorzitter, ik heb ze hier wel allemaal, maar ik ga ze niet allemaal één voor één langs. En om de volgende vier redenen. A, er zijn maatregelen bij die zich beperken tot slechts een niet uitgewerkt idee. Er zijn ook maatregelen die nogal uiteenlopend opeens worden samengevoegd tot één beslispunt. Er zijn maatregelen, dat werd al gezegd, die al geïmplementeerd zijn. En maatregelen die nog onderzocht worden. Voorzitter, de initiatiefnemers hebben overigens een uitgebreide appreciatie gehad van het kabinet op hun voorstellen. De appreciatie is bijna twee keer zo dik als het voorstel zelf, de nota. Of de initiatiefnemers dat moeten beschouwen als een compliment, dat laat ik aan de initiatiefnemers over, dat laat ik in het midden. Wel wil ik
ze vragen om uitgebreid te reflecteren op die appressatie. En gelijk de vraag ook nog of er voorstellen zijn die na het lezen van de reactie, waar ze nu niet meer achter staan, of die ze geschrapt willen hebben in deze nota. En dan sluitend, voorzitter, hoe mooi zou het zijn als er voortaan bij voorstellen die leiden tot lastenverzwaringen, automatisch ook dat het leidt tot lastenverlichtingen. Dus als we bijvoorbeeld de lasten voor het bedrijfsleven verhogen, dat we dan automatisch zien dat bijvoorbeeld de inkomstenbelasting voor de Nederlandse burger verlaagd wordt. Zouden de initiatiefnemers dat een idee vinden en willen opnemen? Dat was het, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Mulder. En als u de microfoon uitzet, dan vraag ik de heer Itzinga om de zijne aan te doen voor zijn bijdrage namens de VVD-fractie. Ja, dank u wel, voorzitter. En voorzitter, allereerst wil ik graag de leden van de Lee en Nijboer en ook hun medewerkers misschien, ik zie er maar één, maar er zullen ongetwijfeld meer zijn, die wil ik bedanken voor hun lijvige initiatiefnota. En ook veel dank aan de staatssecretaris en zijn ambtenaren voor een minstens zo lijvige kabinetsreactie op deze nota. Die kabinetsreactie laat naar de mening van de VVD-fractie duidelijk zien hoe serieus dit en ook het vorige kabinet werk hebben gemaakt van de aanpak van belastingconstructies en wat nu verder een verstandige route is. Voorzitter, zoals bekend vindt de VVD belastingontwijking zeer onwenselijk en zet zij zich actief in voor de aanpak daarvan. Door belastingontwijking komt de rekening van bijvoorbeeld onze infrastructuur, politie en onderwijs terecht bij burgers en bedrijven die welkeurig hun belasting betalen. Belastingontwijking ondermijnt op deze manier de belastingmoraal van burgers en ondernemers en was lange tijd schadelijk voor de Nederlandse reputatie. En ook de initiatiefnemers die wijzen daar zeer terecht op. En het is dus goed dat er tijdens dit en het vorige kabinet grote stappen zijn gezet om dat tegen te gaan. De lijst met reeds genomen maatregelen die te lezen valt in de kabinetsreactie is indrukwekkend. Daarmee halen we inmiddels tenminste 5 miljard extra aan belastinginkomsten op. In tegenstelling tot de initiatiefnemers deelt het kabinet dan ook niet de opvatting dat Nederland belastingontwijking zou faciliteren. Ons belastingstelsel was vanwege zijn internationale oriëntatie kwetsbaar voor structuren die belasting ontwijken. Maar we hebben de afgelopen jaren belastingontwijking met verschillende maatregelen, zowel nationaal als internationaal, streng aangepakt. Dat is goed voor de belastinginkomsten, goed voor de belastingmoraal en goed voor onze internationale reputatie. Het IMF en de Europese Commissie erkennen dan ook dat Nederland op de goede weg is. De Europese Commissie geeft Nederland bijvoorbeeld geen specifieke aanbevelingen meer over belastingontwijking. Graag zou ik van de initiatiefnemers een reflectie horen, hopelijk positief, ten aanzien van deze internationale erkenning. Voor u verder gaat, meneer Itzinga, roept dat een interruptie op bij meneer Bussoff. Ja, dank u wel, voorzitter. Want ik luisterde even naar het betoog van de VVD en ik hoorde heel vaak, Nederland was niet goed bezig, maar is nu wel goed bezig. We hebben meer maatregelen genomen en dus halen we nu ook meer belastinggeld op wat eerder niet netjes werd betaald. En u vraagt eigenlijk de initiatiefnemers naar een appreciatie van wat er eigenlijk al gedaan is. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of de VVD vindt dat we voldoende hebben gedaan, wetende dat we nu 5 miljard meer ophalen aan belastinggeld wat eerder niet werd betaald, maar dat er ook 22 miljard nog steeds via Nederland weggesluist wordt eigenlijk. Meneer Itzinga. Ja, misschien mag ik gewoon verder gaan met mijn betoog, want ik ga nu over de toekomst hebben. Dus misschien dat het antwoord daarin besloten ligt en zo niet, dan onthoud ik de vraag even. En anders kom ik wel op terug. De initiatiefnota werkt namelijk vooral de blik vooruit. Daar gaan we. Een deel van de verdere voorstellen in de initiatiefnota omarmen wij. Ik ga daar zo verder op in. Maar niet alles. Of precies zo als de initiatiefnemers dat voorstaan. Voor alle duidelijkheid, we zijn het vaak wel eens over het doel, maar niet altijd over de weg om daar te komen. De verdere aanpak van belastingontwijking moet zo effectief mogelijk. Daarin volgt de VVD de Europese en internationale lijn, zoals verwoord in het rapport van de commissie doorstroomvennootschappen. En ik citeer, omdat het vanuit de optiek van een eerlijk internationaal belastingstelsel weinig zou opleveren als stromen die in Nederland worden geblokkeerd vervolgens via een ander Europees land zouden gaan lopen. Einde citaat.
Kortom, met internationale afstemming zorg je ervoor dat je wel belastingontwijking bij de wortel aanpakt, zonder je eigen land op achterstand te zetten. We moeten zorgvuldig zijn ten aanzien van regelingen die belangrijk zijn voor ons vestigings- en ondernemingsklimaat. Zulke regelingen worden soms ook oneigenlijk gebruikt, maar de oplossing is dan niet om de regeling helemaal af te schaffen, maar misbruik gericht tegen te gaan. En dan zoom ik nu in op een aantal voorgestelde maatregelen uit de initiatiefnota. Ik ga ze niet, zoals het kabinet wel heeft gedaan, allemaal één voor één langs. Maar voor het overzicht heb ik ze maar even geclusterd in twee hoofdgroepen. Grensoverschrijdende en binnenlandse situaties. Voorzitter, eerst dus die grensoverschrijdende situaties. Het is van belang daarbij onderscheid te maken tussen enerzijds de zogenaamde doorstromers en anderzijds echte bedrijven met reële bedrijfsactiviteiten. Ten aanzien van die eerste groep, de brievenbussen, die over het algemeen geen enkel ander doel lijken te dienen dan internationale belastingontwijking, heeft dit en het vorige kabinet belangrijke stappen gezet om deze de nek om te draaien. Op internationaal terrein heeft Nederland actief en constructief meegewerkt aan de afspraken die zijn gemaakt over een herziening van het internationale belastingssysteem. Ook nationaal zijn veel maatregelen genomen, zoals de bronbelasting op rente en royalties naar laagbelastende jurisdicties, die vanaf 2024 ook nog wordt uitgebreid met dividendstromen. We steunen de visie van het kabinet dat bij verdere stappen de internationale aanpak veel effectiever is, namelijk middels het EU-richtlijnvoorstel om misbruik van doorstroomvennootschappen aan te pakken. In tegenstelling tot wat de initiatiefnemers voorstaan, wil de VVD nu niet unilateraal verder vooruitlopen en eerst afwachten wat de uitkomst van de Europese aanpak zal zijn, zoals ook de commissie ter haar adviseert. Ten aanzien van de in Nederland gevestigde bedrijven die wel reële bedrijfsactiviteiten hebben, is het van belang dat we met de door de initiatiefnemers voorgestelde maatregelen niet het kind met het badwater weggooien of ons vestigingsklimaat verslechteren zonder belastingontwijking effectief aan te pakken. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om niet rigoureus de innovatiebox bij het grofvuil te zetten. Deze regeling is van groot belang voor ons vestigingsklimaat en het innovatieve vermogen van onze economie. En ja, dan hebben we het nu nog meestal over grote bedrijven. Maar zoals ik al eerder duidelijk maakte, grote en kleine bedrijven zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Veel in Nederland gevestigde multinationals scheppen niet alleen werkgelegenheid voor hun eigen mensen, maar ook voor vele toeleveranciers, vaak lokaal of regionaal gewortelde MKB'ers. We weten dat de innovatiebox momenteel wordt geëvalueerd. Ik zou graag van de staatssecretaris willen vernemen of bij zijn evaluatie ook wordt gekeken om het MKB, dat doorgaans minder financiële ruimte heeft om te investeren, ook meer toegang, of die ook meer toegang zou kunnen krijgen tot de stimulatie van innovatie en ontwikkeling die de box biedt. Voorzitter, volgens mij is net ook al genoemd. Verder zou ik ook graag van de staatssecretaris, en dat mag ook schriftelijk, een actuele stand van zaken ontvangen rondom de eventuele ontwikkelingen rondom pillar 2 en ook pillar 1. Graag een reactie of een toezegging. Voorzitter, dan een zeer belangrijk punt waarvan u weet dat de VVD daar zeer op gespitst is. De aanpak van dividend stripping. Goed te zien dat ook de initiatiefnemers dit onderschrijven. Dividend stripping is een internationale constructie die wordt gebruikt om dividendbelasting te ontlopen. De Universiteit van Mannheim en het internationale onderzoekscollectief, de Cum-Ex Files, waarschuwden dat de Nederlandse schatkist in de periode 2000 tot 2020 mogelijk 27 miljard euro is misgelopen aan belastinginkomsten door dergelijke constructies. Het ministerie van Financiën bevestigt deze bedragen niet, maar wel is de handschoen opgepakt om dit verder te onderzoeken en met regelgeving te komen die per 1 januari aanstaande van kracht zou moeten zijn. Een goede zaak wat mijn fractie betreft. Vraag aan de staatssecretaris is wanneer de Kamer dit voorstel tegemoet kan zien, met daarbij de aanbeveling dat dat liever vandaag is dan morgen. En kan hij ingaan op de wenselijkheid van de antimisbruikbepaling die de initiatiefnemers voorstellen. Dan, voorzitter, een punt dat de initiatiefnemers niet hebben genoemd, maar dat ik wel graag zou willen herhalen. En dat is nogmaals een pleidooi voor een stevige, gecoördineerde en blijvende aanpak van grote grensoverschrijdende btw-fraudes. Binnen de EU zou het om tientallen miljarden aan gemiste btw-inkomsten gaan. Ruwweg betekenen deze voor de Nederlandse schatkist een jaarlijkse derving van naar schatting een paar honderd miljoen tot een miljard of meer. Ik heb hier tijdens het laatste commissiedebat internationale fiscaliteit al het een en ander over gewisseld met de staatssecretaris, maar wilde deze voor de volledigheid van het plaatje
nogmaals benoemd hebben. Dan, voorzitter, tot slot. De voorstellen van de initiatiefnemers ten aanzien van het tegengaan van binnenlandse belastingconstructies zijn niet nieuw. En ze zijn ook al recentelijk in meerdere debatten uitgebreid aan de orde geweest. 2 weken geleden zelfs nog. Ook hier zijn al grote stappen gezet. Bijvoorbeeld door DGA's gelijkelijker te belasten met werknemers en IB-ondernemers. Ook wordt binnenkort een eerste invulling van de aanpak van belastingconstructies gepresenteerd. Het is denk ik niet zinvol om de standpunten van mijn fractie ten aanzien van alle verdere punten van de initiatiefnemers nogmaals uitvoerig te gaan herhalen. Ik verwijs naar de eerder genoemde uitgebreide debatten. Dus ik beperk me even tot een samenvattend betoog. Maatregelen die evident misbruik, oneigenlijk gebruik of ontwijking tegengaan hebben steun van de VVD, maar met de botte bijl inhakken op regelingen die voor onze ondernemers en onze familiebedrijven van cruciaal belang zijn, heeft onze steun niet. Voorzitter, tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Itzinga. Dan is het woord voor de heer Efraim, die spreekt namens de Groep van Haga. Ja, dank u, voorzitter. Ook van mij eerst complimenten aan de collega's van de Lee en Nijboer voor de noeste arbeid die ze verricht hebben. En het opstellen van initiatiefnota is immers geen sinecure. Over de inhoud zijn wij, en het zal u niet verbazen, wat minder te spreken. Een dieprood linksverhaal waarvan de grote Karl Marx, toch een van de inspiratoren van een voorganger van een van de linkse fusiepartijen, misschien nog wel zeggen: kan dat niet een tandje minder, heren? Enige opmerkelijke zaken. Initiatiefnemers willen de trustsector verbieden. Ze willen lenen vanuit de eigen BV beperken tot 17.500 euro. Doorstroomfirma's uit de boze. En ze willen de bedrijfsopvolgingsregeling afschaffen. Pardon, wat familiebedrijven in Nederland enorm schaadt. Dat is allemaal erg nadelig voor het kleine bedrijfsleven en het schaadt ook hun toekomst. Overigens heeft het kabinet al heel veel punten overgenomen naar aanleiding van het IBO-rapport Licht uit Sport aan van Van Geest. Nederland zou belastingontduiking faciliteren, dat is problematisch en daardoor is ons land een belastingparadijs voor onze initiatiefnemers. Maar de eerste vraag is, als Nederland een belastingparadijs zou zijn, waarom melden zich dan geen massa's fiscale immigranten aan de poort? Graag ga ik in op het vestigingsklimaat en de innovatiebox familiebedrijven en lenen uit de eigen vennootschap. Ik zal proberen de blures van mijn buurman te vermijden. Het is zeker niet de bedoeling van BVNL dat bedrijven zoals Uber hier nauwelijks tot geen belasting betalen. Maar de maatregelen die de initiatiefnemers voorstellen kunnen een desastreus effect hebben op het vestigingsklimaat. De hoofdkantoren van Shell, Unilever en DSM zijn al vertrokken en Boskalis is de verhuisdozen al aan het pakken. BVNL is ook geen voorstander van om de innovatiebox af te schaffen. Maak deze juist beschikbaar voor het MKB. Want ons betreft is de innovatiebox cruciaal voor het vestigingsklimaat. Ook de buurlanden slapen niet en hebben diverse belastingvoordelen gekoppeld aan innovaties, waardoor dit soort innovatieve ondernemingen eerder geneigd zullen zijn om de wijk te nemen om elders wel van voordelen gebruik te maken. Het afschaffen van de innovatiebox is geen goede zaak, omdat zowel de werkgelegenheid als de belastinginkomsten met rassenschelen zullen teruglopen. Het midden- en kleinbedrijf heeft in het algemeen minder financiële ruimte om te investeren in innovatie. Dus het zou goed zijn als ze ook meer gebruik kunnen maken van de voordelen van de innovatiebox, maar dan zonder de administratieve lasten, want dan nauwelijks door relatief jonge ondernemingen kunnen worden voldaan. Een herijking dus. Graag een reactie. Voorzitter, voorliggend voorstel is een regelrechte aanval op de ruim 285.000 familiebedrijven die ons land stelt. Familiebedrijven zijn onmisbare en ijzersterke pijlers van de Nederlandse economie. Ze zijn verantwoordelijk voor bijna 50% van de werkgelegenheid en voor ruim 50% van het BNP. Het is dus spijtig dat initiatiefnemers voorstellen om de BOR af te schaffen of te versoberen. BVNL schaart dan ook achter de stellingname van onder andere ONL dat dit onwenselijk is en dat de waarde van de BOR onderschat wordt. De stellingname dat de BOR nodig is wanneer er voldoende vrije middelen beschikbaar zijn, is niet zonder meer juist. Ook wordt gesteld dat de meerderheid van de erfgenamen genoeg middelen heeft om de belasting te kunnen betalen. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want deze middelen zijn lang niet altijd in liquide vorm beschikbaar voor de erfgenamen. Sowieso vindt BVNL de erfenschenkbelasting de meest onrechtvaardige belasting die er is. Ik heb het al vaker gezegd. Geld waar een leven lang belasting over betaald is, nog eens belasten dat iemand de laatste adem heeft uitgeblazen, is kwalijk. Het kan wel niet de bedoeling zijn dat unieke Nederlandse familiebedrijven op deze wijze gesloopt worden door de politiek die hun belang juist zou moeten borgen. Ik sluit af met het lenen uit de BV. Initiatiefnemers stellen ook voor om de mogelijkheid dat lenen bij de eigen vennootschap te beperken tot maximaal 17.500 euro. Ze stellen dat lenen bij de eigen vennootschap geen economisch doel dient en de uitstelling van belastingheffing in de hand werkt. Het beeld dat geschetst wordt dat aanmerkelijk belanghouders te pas en te onpas en makkelijk geld kunnen lenen uit de eigen BV is ver bezijden de waarheid.
De huidige wet stelt daar terecht scherpe eisen aan die niet onderdoen voor welke andere leningen ook, onder meer zakelijke voorwaarden. Oneigenlijk gebruik wordt al tegengegaan en daar voegt het voorstel niks aan toe. Ze vergeten ook, naar mijn smaak, dat veel ondernemers vaak niet eens andere mogelijkheid hebben voor krediet, omdat de bank de deur pot dicht houdt in het kader van de WWFT en daar binnen andere gremia al uitgebreid over gesproken. Ik sluit af. Het zou niet van verbazen dat BVNL niet kan instaan met voorliggend voorstel. Belastingontduiking moet aangepakt worden, maar er zijn andere manieren voor. Voor een groot deel zijn we het voor een keertje eens met de appreciatie van de regering van al deze communistische voorstellen. Niet doen dus. Dit voorstel breekt ons bedrijfsleven af en is daarmee de bijwerking. En daarmee zou de bijwerking ergens in aan de kwaal. En dat is niet in het belang van Nederland. Dank u wel, meneer Evriem. En als u de microfoon uitzet, dan zet meneer Bussoff die aan voor zijn bijdrage namens de PvdA. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook overigens namens GroenLinks zal ik mijn bijdrage doen. Ik denk dat het belang van belasting betalen, dat werd nog niet eens zo heel erg benoemd door iedereen. Maar het is natuurlijk wel cruciaal dat iedereen in Nederland netjes belasting betaalt. Want daarmee financieren we, en de VVD zei dat volgens mij wel een beetje, terecht onze publieke voorzieningen. Daarmee investeren we in de politie, investeren we in het onderwijs. Daarmee zorgen we ervoor dat Nederland een aantrekkelijk land is, waardoor heel veel bedrijven zich hier graag willen vestigen. En het vestigingsklimaat gaat dus niet alleen over of je het makkelijk maakt om belasting te ontwijken. Nee, het vestigingsklimaat gaat wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks betreft juist ook over een land waarin die publieke voorzieningen op orde zijn. Waardoor we hier goed opgeleide mensen hebben, een goede infrastructuur hebben om hier je bedrijf te starten. Dus volgens mij is het belang van belasting betalen evident. En tegelijkertijd is er dus een heel groot probleem dat heel wat bedrijven en mensen zich daar nog steeds aan onttrekken. Omdat ze dan niet bijdragen aan die publieke voorzieningen, dat is één. En twee, omdat het ook niet eerlijk is ten opzichte van de mensen die wel netjes belasting betalen. En we zien dat Nederland nog steeds een land is waar gebruik wordt gemaakt van de constructies die er nog steeds zijn om maar belasting te ontwijken. Hè. China en Duitsland bij elkaar opgeteld hebben nog minder investeringen dan Nederland. Wat met een logische bril kijkend niet mogelijk is. We zien nog steeds dat er voor miljarden per jaar via Nederland geld wordt weggesluist waar eigenlijk belasting over had moeten worden betaald. Dus het probleem is nog steeds heel groot. En daarom is het op zich ook goed dat dit kabinet en deze staatssecretaris al wel een heel aantal maatregelen heeft genomen en ook graag wil nemen. En tegelijkertijd is de omvang van het probleem denk ik wel dusdanig dat je ook nog wel wat verder zou moeten gaan dan alleen de maatregelen die het kabinet nu neemt en telkens maar veel blijven onderzoeken en wachten op dat er misschien uit een onderzoek iets komt of internationaal eindelijk eens een doorbraak komt. Ik denk dat we als Nederland, omdat het probleem zo groot is, voorop zouden moeten willen lopen om dit te tackelen. En daarvoor dient deze initiatiefnota ook. En ook veel dank dan ook aan mijn collega's voor het opstellen van deze initiatiefnota met hele concrete maatregelen die we nu zouden kunnen nemen om dit grote probleem aan te pakken. En voor u verder gaat, meneer Bussoff, is er een interruptie van meneer Itzinga. Ja, ik sloeg even aan op het punt van dat Nederland nog in grote mate wordt gebruikt voor het doorsluizen van gelden naar andere jurisdicties. Ongetwijfeld is dat zo, maar tegelijkertijd door de maatregelen die getroffen zijn door dit kabinet en ook het vorige kabinet trouwens, zien we wel dat van die grote geldstromen van in ieder geval, wat heb ik hier staan, 38,5 miljard in 2019, is dat teruggegaan naar laag belastende landen, heb ik het dan over, naar 6 miljard. Dus van bijna 40 miljard naar ongeveer 6 miljard. Dat is toch, wel een opmerkelijk resultaat, zou ik willen zeggen. Kan de heer Bussoff daar misschien ook even op reflecteren? Ja hoor, voorzitter. Volgens mij laat dit voorbeeld zien dat er een aantal maatregelen zijn genomen waarop we de goede beweging hebben ingezet. Maar kan ik daar tegenover ook nog best een aantal voorbeelden stellen waarbij we zien dat het nog niet voldoende is en nog niet goed gaat. Dat is één. En ten tweede zou ik zelf ook geen genoegen nemen met dat bedrag van 6 miljard wat nog steeds overeind staat. Dus één, ik zou niet genoegen nemen met deze beweging en vinden als PvdA en GroenLinks dat we meer moeten doen. En ik hoop en neem aan dat de VVD dat toch ook vindt. En twee, er zijn ook nog een aantal voorbeelden te bedenken waarbij we zien dat het nog helemaal niet zo goed gaat en waarbij het dus nog beter kan. Meneer Itzinga, in tweede instantie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zeg ook niet dat ik er genoegen mee neem.
Maar ik zie wel dat er nog een aantal maatregelen die zitten in de pijplijn. Deels daarvan zijn al in wetgeving omgezet. Alleen die gaan pas per binnenkort worden die van kracht. Dus die kun je nog niet helemaal goed meten. Daarnaast ligt er een hele grote agenda nog. Met name op internationaal niveau. Als het gaat om om te komen tot een minimum. Belasting, hè, voor de vennootschapsbelasting. Zodat je daarmee, zonder dat je Nederland op achterstand zet, internationale afspraken met elkaar maakt. En internationaal je best doet om belastingontwijking uit te bannen. En hoe reflecteert de heer Bussoff daarop? Meneer Bussoff. Ja, voorzitter. Daarover twee dingen dan. Eén. Inderdaad, er ligt een agenda om internationaal tot afspraken te komen. Er zijn voornemens om dingen nog te onderzoeken. Er zijn voornemens van dit kabinet om nog meer maatregelen te nemen. En ik denk dat het probleem dusdanig groot is dat het niet alleen vraagt om voornemens, onderzoeken en wachten op internationale afspraken, maar dat het ook vraagt om politiek lef en voorop willen lopen in de aanpak van dit grote probleem. En dat doen de initiatiefnemers wat mij betreft met de concrete maatregelen die zij voorstellen. Dus dat is één. Het tweede. En daar sloeg ik net eigenlijk ook al een beetje op aan. En ik hoor het de VVD nu weer zeggen. De VVD zegt, ja, we willen eigenlijk als land niet op achterstand gezet worden door maatregelen te nemen die belastingontwijking tegengaan. Dan denk ik, we staan nu juist op enorme achterstand, omdat we dus nog geen maatregelen hebben genomen om die belastingontwijking tegen te gaan. Dus ja, als dat het uitgangspunt van de VVD is, dan snap ik dat wij het niet eens worden. Dan snap ik best dat de PvdA en GroenLinks verder willen gaan dan de VVD. Want wij denken dat we juist nu op achterstand staan als land, omdat er dus nog grootschalig gebruik wordt gemaakt van allerlei constructies om maar belasting te ontwijken. Meneer Itzega, in derde en laatste instantie op dit punt. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap dat de heer Bussoff zeer complimenteus is richting de initiatieven van zijn collega's. Maar ik vind dat hij daarmee toch de coalitie en ook de twee regeringen, die ik deze en de vorige, vind ik toch echt dat hij tekort doet. Want die hebben echt serieus werk gemaakt van de aanpak van Nederlandse aanpak van Nederlandse belasting. Ah, ik hoor zeker. Dat is al een stap in de goede richting. En voor de rest, het zijn geen vage plannen die er nu liggen. Nee, er liggen hele concrete maatregelen op tafel. Zowel internationaal binnen de EU. Als ook, er ligt een consultatie afgerond rondom de Nederlandse wetgeving op het gebied van een minimumtarief. Dus er gebeurt ontzettend veel. En ik heb eigenlijk helemaal geen vraag, maar ik wilde dat toch even, benoemd hebben. En ik vind met alle respect hoor voor het initiatief wat genomen is, maar ik vind dat we ook als coalitie en als de kabinetten die ik net noemde, dat er al heel veel werk is verzet en nog steeds wordt verzet. Het maken van interrupties is wel echt bedoeld om vragen te stellen. Dan mogen zeg maar best getinte vragen zijn, maar je eigen inbreng uitbreiden, dat ga ik niet meer toestaan. Dan weet u dat allemaal van. Nee, meneer Itzega. Meneer Bussoff mag hier nog op reageren en kan dan verder gaan. Ja, voorzitter. Kijk, volgens mij noemde ik al dat het een heel groot probleem is. En gaf ik ook echt wel waardering aan dit kabinet, aan de staatssecretaris voor hun inzet om belastingontwijking aan te pakken. Dus het is helemaal niet dat wij dat als Partij van de Arbeid en GroenLinks niet zien dat daar stappen op worden gezet. Ik heb het letterlijk benoemd dat we dat goed vinden. En tegelijkertijd is het misschien wel heel erg typerend voor dit debatje en het verschil tussen VVD en de Partij van de Arbeid en GroenLinks, dat wij het probleem zo groot vinden dat we nog verder willen gaan. En dat u eigenlijk zegt, nou, we vinden het hiermee misschien voor nu wel even voldoende. En ja, wij vinden het niet voldoende. En dan kan ik alle maatregelen bij langs gaan. Maar ik denk dat ik me even focus op drie punten en dan ook vragen dan, denk ik, richting het kabinet. Want, voorzitter, er zijn op dit moment zwarte lijsten waarop landen staan die belasting ontwijken. En daar staan zo'n 20 landen op, maar er staan ook landen niet op waarvan we allemaal weten dat die er eigenlijk wel op zouden moeten staan. En nou, een van de voorstellen is om die lijsten uit te breiden. En het kabinet zegt dan, ja, dat is allemaal ingewikkeld. We zien daar wat bezwaren bij. Dus mijn vraag is dan aan de indieners, zien zij diezelfde bezwaren als het kabinet? En mijn vraag aan de staatssecretaris zou dan zijn, wat gaat u dan wel doen als u dit wat ingewikkeld vindt? Of neemt u genoegen met de status quo en zegt u, nou, we vinden het prima dat er lijsten zijn waar landen die belasting ontwijken opstaan, maar de meest grote
belastingontwijkende landen, die zetten we er niet op, dat vinden wij prima. Neemt u daar genoegen mee of zegt u nee, daar neem ik geen genoegen mee? En wat gaat u dan wel doen als u niet de voorstellen uit de initiatiefnota omarmt? Dat is één. Het tweede punt eigenlijk, dat richt zich meer op het voorbeeld van bijvoorbeeld Pfizer. Dat kwalificeert wellicht niet als een brievenbusfirma, want ze hebben hier daadwerkelijk een kantoor waar ook daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten zich voordoen. Tegelijkertijd zien we wel dat ze daarmee gebruik maken van de mogelijkheden in Nederland om heel weinig belasting te betalen, terwijl ze het meest winstgevende bedrijf waren tijdens de coronacrisis. En ook daarbij is dan mijn vraag, ja, u ziet alsof het kabinet wil dat eigenlijk niet verder inperken en niet verder aanpakken. Ziet daar wat bezwaren ook in. Wat gaat u dan wel doen als u de voorstellen die gedaan worden te ingewikkeld vindt? Heeft u dan zelf nu simpelere voorstellen die ook leiden tot een effectieve aanpak van dit soort constructies? Ik interrumpeer u even. We spreken altijd via de voorzitter, maar dat is ook en zeker in zo'n notaoverleg handig. Want dan weten we of u met u de staatssecretaris of de initiatiefnemers gebruikt. Ja. Dus probeer het gewoon op die manier te doen. Dank u wel, voorzitter. Ja, goeie. Vragen dus gericht aan de staatssecretaris. De eerste was overigens zowel aan de indieners als de staatssecretaris. En de tweede was vooral gericht aan de staatssecretaris. En de derde, zeg ik er dan bij, die is ook vooral gericht aan de staatssecretaris. En die gaat over de trustsector. Voorzitter, daar zit dan toch wel wat licht tussen, denk ik, de indieners en de Partij van de Arbeid en GroenLinks en de reactie van het kabinet. Want ja, de trustsector die voegt toch wel bijzonder weinig toe aan onze Nederlandse samenleving en economie. En als dat nou echt de poortwachter moet zijn om problemen die er zijn tegen te gaan. En als we ons daar nou aan ophangen als zijnde de sector die voorkomt dat er integriteitsschandalen optreden en gebruik wordt gemaakt van oneigenlijke belastingconstructies, ja, dan denk ik is het einde wel een beetje zoek. Dus ik vraag me toch wel af, moeten we die niet gewoon afschaffen? En anders kan de staatssecretaris nog even heel duidelijk uiteenzetten welke meerwaarde die wel ziet van die trustsector en waarom die meerwaarde wat de staatssecretaris betreft opweegt tegen de nadelige gevolgen van het instand houden van die trustsector. Voor u wellicht tot een afronding komt, heeft meneer Evrim een vraag voor u. Ja, de trustsector. Als mijn collega meent dat de poortwachtersfuncties volgens conform de WTT die vrij streng is, niet goed genoeg wordt uitgevoerd. Zeker. Dan ben ik zeer benieuwd hoe die vindt dat de poortwachtersfunctie door de banken wordt uitgevoerd. Met torenhoge boetes als gevolg. En of we dan misschien het bankwezen moeten afschaffen, wie zal het zeggen, zeg. Maar de trustsector is ook een service providing tool. En dient niet alleen maar om belasting te ontwijken. En is mijn collega met mij eens dat zomaar dat verbieden wel eens tot aardig wat processen zou kunnen leiden, ook in het kader van artikel 1 EVRM? Hoe ziet hij dat? Meneer Bussel. Ja, kijk, voorzitter. Ten eerste, ik denk dat we het uitgangspunt niet delen. Ik denk dat wij vinden dat het weinig bijdraagt en wel afgeschaft moet worden. Zien wij enkele zorgen, en dat is dan het tweede, bij het verbieden van die trustsector en enkele problemen die zich daarbij voordoen, wellicht wel. Maar ik had eigenlijk toch wel verwacht dat deze staatssecretaris dan misschien de ambitie wel deelde en vervolgens zou aangeven hoe die zorgen dan vervolgens zou overkomen en daaraan tegemoet zou komen. En dat mis ik. En dat is dan ook eigenlijk mijn vraag aan de staatssecretaris, waarom die niet voor die aanvliegroute heeft gekozen. Wetende dat ook, denk ik, dit kabinet en deze staatssecretaris erop gebrand zijn om dit soort onwenselijke constructies en belastingontwijking tegen te gaan. Dan ga ik richting een afronding, voorzitter. Want dit waren drie punten waar ik mij nog even op wou richten met vragen aan het kabinet en aan de indieners. En afsluitend denk ik dat, gehoord hebbende de inbreng van mijn voorgangers, eigenlijk de vraag vooral voor ligt, vinden we dat er op dit moment een groot probleem is dat enigszins wordt aangepakt, maar nog harder aangepakt zou moeten worden, omdat we met z'n allen vinden dat het belangrijk is dat we bijdragen aan publieke voorzieningen. Als we dat vinden, denk ik dat het gros van de maatregelen die hier voorgesteld wordt een goed idee zijn om te nemen. En zeggen we, nou, we vinden het prima dat er nog steeds, ondanks een aantal maatregelen die genomen worden, sprake is van belastingontwijking en daar nemen we voor nu genoegen mee. Ja, dan zul je deze initiatiefnota misschien minder omarmen. Nou, het zal duidelijk zijn waar de voorkeur van de Partij van de Arbeid en GroenLinks ligt. Dank u wel, meneer Bussoff. Dat brengt ons bij de bijdrage van meneer Alkaia, die spreekt namens de SP. Dank u wel, voorzitter.
Voorzitter, overheden wereldwijd lopen nog steeds elk jaar honderden miljarden aan belastinginkomsten mis door belastingontwijking. En met name door multinationals en een kleine groep uiterst welvarende mensen. En ons land speelt daar nog steeds een belangrijke rol in, helaas. Door het beleid in ons land lopen andere landen dus belastinginkomsten mis die zij niet kunnen missen. En dat moeten ze dus op een andere manier compenseren. En die rekening leggen ze dus bij de gewone man neer. En aan de andere kant merkt de Nederlandse gewone man, de gemiddelde Nederlander, hier ook weinig van. Belastingontwijking kent dus heel veel verliezers en maar heel weinig winnaars die flink winnen. Dat wel. En daarom zou ik ook mijn complimenten willen uitspreken voor de initiatiefnemers. De heren Van der Lee en Nijboer voor deze nota. Wij hebben al meermaals samen tegenbegroting ook gepresenteerd voor het beleid van de regering. En de richting die wij daarin kozen herken ik ook in de nota die we vandaag bespreken. Mensen boven multinationals. En van het afschaffen van de innovatiebox tot het verbieden van trustdiensten en de openbaarmaking van rulings, er staat dan ook niets in de nota wat de SP niet zou kunnen steunen. Goed dat de initiatiefnemers deze maatregelen nogmaals hebben gebundeld in een nota. Al verwacht ik van de ene maatregel wel veel meer dan het andere. Een eet voor belastingadviseurs bijvoorbeeld zal volgens mij niet echt zoden aan de dijk zetten. Ook gezien de ervaringen met een eet en het tuchtrecht voor bankiers wat we nu hebben gezien. Met weliswaar een berisping, jaren na dato, jaren nadat het is gebeurd. Die bonus voor de topman van ING heb ik het dan over. En wat verder ook weinig inhoudt. Dus ik weet niet wat zo'n eet nog zou moeten toevoegen. Maar gelukkig staan er ook een heel aantal maatregelen in die wel zoden aan de dijk zullen zetten. En ja, het kabinet heeft ook maatregelen genomen. Vaak ook gewoon met steun van de Socialistische Partij. Maar daarmee is het werk toch niet af, vraag ik aan de staatssecretaris. Ook nationaal niet. Het werk gaat toch gewoon door. De daling van de kapitaalstromen door ons land is inderdaad ingezet. Maar ik zou een herinnering willen brengen dat dit niet alleen door het kabinetsbeleid komt, maar ook doordat de wereld gewoon genoeg van ons begon te krijgen. Vanwege nieuwe Amerikaanse wetten verplaatste Google bijvoorbeeld ook kapitaalstromen door Nederland. En alleen dat ging al om vele miljarden. En ik roep het kabinet daarom ook op om niet te verslappen, om niet een beetje herstellen aan ons imago wereldwijd wat we nu toch aan het opbouwen zijn, om niet hiermee genoegen te nemen, om daaraan te blijven werken. Een verbod op trustdiensten, zou wat initiatiefnemers ook voorstellen, zou een goede volgende stap zijn. Niet alleen vanwege belastingontwijking, maar ook de criminele activiteiten die we daarmee aantrekken naar Nederland. Ook daarmee staan we internationaal echt niet aan de juiste kant. Het CEO-rapport biedt goede argumenten daarvoor ook. De redenen waarom deze sector worden gebruikt komen toch vaak neer op het niet echt in Nederland activiteiten willen ontplooien, maar wel gebruik willen maken van de verschillende mogelijkheden die wij hier linksom of rechtsom bieden. En ik zie dan ook geen enkele toegevoegde waarde van deze sector voor onze samenleving. En ik vraag me af of de staatssecretaris dat wel ziet. We pleiten ook al een hele lange tijd voor een stop op rulings, bijvoorbeeld, voorzitter. Wil je echt het vertrouwen in de Belastingdienst herstellen, dan moet je ook aantonen dat die organisatie niet aan de ene kant multinationals in de watten legt, terwijl het aan de andere kant de rest van de samenleving streng aan het aanpakken is. Een algehele openbaarmaking van die schimmige afspraken is dan ook een noodzakelijke stap wat de SP betreft. En ook dat zou ik willen steunen van de initiatiefnemers. Maar voorzitter, in alle eerlijkheid wil ik ook toegeven dat ik niet veel verwacht van dit kabinet op dit punt. Het zijn goede maatregelen, goed gebundeld en ik vraag me ook af wat de initiatiefnemers hiervan verwachten. Maar ik zie het gewoon niet gebeuren dat dit kabinet zulke fundamentele hervormingen, die echt goede stappen in de goede richting zouden zijn, dat dit kabinet die stappen nog gaat nemen. Maar we gaan ook de antwoorden van de staatssecretaris zien. Wie weet weet hij ons te verrassen. Dank u wel. Dank u wel, maar voor we verder gaan heeft meneer Efraim nog een vraag voor u. Ja, dank u voorzitter. Ik hoorde Alkaya zeggen dat de trustsector criminele activiteiten aantrekt. Daar moest ik even over nadenken, want misschien kan u dat wat nader uitleggen. Ik weet dat de WTT bijzonder streng is. We hebben UBO-registers, we hebben de WWFT. En dan nog zou de trustsector als service providing company criminele activiteiten aantrekken. Ik zie dat niet helemaal. Hoe ziet u dat? Voorzitter, ik zou bijna de vraag terug willen stellen aan de heer Efraim van, durft hij de stelling aan dat het niet zo is? We hebben de Italiaanse onderzoeksjournalist natuurlijk ook gehoord over de kwalijke rol die Nederland speelt in dat hele circuit. Bij het troebel maken van financiële stromen, daar spelen natuurlijk trustdiensten ook een belangrijke rol bij. Dat criminelen ook daar baat bij kunnen hebben, dat weten we. En dat weet de heer Efraim volgens mij ook. En dat hij daarnaast ook allemaal
rijke mensen heeft die op hem stemmen en die daar ook profijt van hebben. Daardoor kan hij toch niet wegkijken van die andere kant. Meneer Evering. Dat zijn een boel beweringen in één. Ik zal ze eventjes afpellen. Ten eerste, wie beweert substantieert. En de heer Alkaier beweerde wat ik niet. Dus dat hij de bewijslast teruglegt is natuurlijk een beetje onzin. Ten tweede, ik hoop dat er een hele hoop rijke mensen zijn die op mij stemmen. Want elke stem is er eentje. Ik had maar 989 stemmen bij de laatste verkiezingen. Dat mogen er best wat meer zijn, beste vrienden. Ten derde, ik denk dat het echt een beetje te kort door de bocht is dat de trustsector dat soort activiteiten zou aantrekken. Want je kan altijd met gewoon een board, met een particulier als boardmember, kan je ongeveer dezelfde dingen doen. Maar ik denk dat we de trustsector echt te kort doen, gegeven de strengheid van de WTT en alle maatregelen die we hier hebben, om zomaar te stellen dat in feite wat de heer Alkaier zegt, de trustsector criminele activiteiten faciliteert. Voorzitter, de andere kant van het verhaal is dus, dat heb ik ook gezegd, kijk, dit zijn risico's en wij kunnen discussiëren over hoe groot zijn die risico's nou en materialiseren ze die wel in voldoende mate of niet. Daar kunnen we het over hebben. Maar de andere kant is, wat voegt het toe? Wat heeft de samenleving er nou aan? Als je aan de ene kant dus wel de risico's hebt, hoe groot of hoe klein we die dan ook inschatten, aan de andere kant zou je dan toch iets moeten hebben waarvan je zegt, ja, maar dit winnen we er met z'n allen mee. En dat kan ik nou niet aanwijzen. Dus dan is het voor mij snel een conclusie trekken, namelijk dat we er beter van af kunnen van die hele sector. En dat we daardoor ook niet alleen maar die risico's dus aanpakken, maar ook ervoor zorgen dat mensen weer fatsoenlijke belasting gaan betalen. Dank u wel, meneer Alkaier. En dat brengt ons bij de laatste spreker van de zijde van de Kamer. Dat is meneer Dassen namens Volt. Dank, voorzitter. En ook van mijn kant natuurlijk veel dank aan de initiatiefnemers voor het schrijven van de nota. Een belangrijk onderwerp. Ik denk dat belastingen ook heel erg laten zien hoe je maatschappij ziet. Wat een rechtvaardige maatschappij is. Wie spint er garen bij de regels of juist bij de ontbrekende regels. En wat wordt er gehandhaafd en wat ook niet. Om juist inderdaad te zorgen van waar ga je vervolgens het geld wat je met je belastingen ophaalt en investeren in welke publieke voorzieningen. En Nederland heeft lang de houding gehad, als de regels het niet verbieden, dan mag het. En het eerdere CPB-studie Nederland Belastingparadijs, Nederland Doorsluitland, kwam inderdaad naar voren dat Nederland de grootste ontvanger was van buitenlandse investeringen, nog groter dan de VS. En daarmee faciliteerden we het doorschuiven van winsten en ook regels voor belasting omzeilen. En ook nu zijn er nog voorbeelden die internationaal kwaad bloed zetten. Dit jaar maakte Ferrovial, een Spaans bouwbedrijf, bekend naar Nederland te willen verhuizen. Formeel dan weliswaar niet vanwege de belastingen. Maar zoals de Spaanse vicepremier zei, we hebben het over oneerlijke belastingconcurrentie. Laat ik duidelijk zijn, we moeten werken aan een Europa waar belastingparadijzen niet meer bestaan. Volgens mij een duidelijk signaal wat zij daar gaf richting Nederland. En daar sluit ik me bij aan. Want wereldwijd wordt er geschat dat er 600 miljard aan belasting wordt ontweken. Waarvan 200 miljard in ontwikkelingslanden. En volgens onderzoek is in Afrika de ontwikkelingshulp lager dan het bedrag aan belastingontwijking. Het hebben van belastingparadijzen zorgt voor onrechtvaardigheid. En in 2021 werd 22 miljard van het totaal via Nederland ontweken. 10 miljard uit landen als Spanje, Frankrijk en Italië. Publiek geld wat daar ook geïnvesteerd kan worden in de toekomst. En waar we hier in deze Kamer ook vaak andere landen terecht op wijzen dat ze dat moeten doen. De collega's van der Lee en Nijboer geven aan dat deze staatssecretaris zich constructief opstelt om belastingontwijking tegen te gaan. En gezien de enorme dikke aantal pagina's wat we van de staatssecretaris hebben teruggekregen, sluit ik me daar ook zeker bij aan. Er worden goede stappen ondernomen. En daarvoor ook, gezien de dikheid van de stukken, een compliment richting de staatssecretaris. Maar de vraag is wel, is het voldoende? Want wat mij ook wel opvalt, en daar zou ik ook graag een reactie van de initiatiefnemers op willen, is dat er nog veel wordt aangegeven dat het wordt onderzocht, dat er nog een evaluatie moet plaatsvinden. En daar zit ook wel een beetje mijn zorg, want we zien vaker op dossiers waar vertraagd wordt, dat juist dan er nog veel onderzoek en evaluatie moet plaatsvinden. Dus ik ben benieuwd hoe de initiatiefnemers dit zien. En voorzitter, dan zou voor ik... Voor u verder gaat, meneer Dassen, heb ik een interruptie voor u van meneer Mulder. Ja, ik was nog even dat van Afrika aan het verwerken, maar dat misschien een keer later. Maar daarvoor, voorzitter, kwam er een opmerking over de Spaanse vicepremier die gezegd zou hebben dat we geen... of dat we een Europa zouden moeten hebben zonder belastingparadijzen. Mijn vraag is eigenlijk... mijn collega is altijd erg pro-Brussel. Draagt het standpunt van Brussel uit. Maar als Brussel geen Europese landen op die lijst heeft, hoe klopt dat dan met die uitspraak van de Spaanse vicepremier?
Nou, dat is een terecht punt. En daar ga ik zo meteen ook nog een vraag aan de staatssecretaris over stellen. Want je zou inderdaad kunnen zeggen dat juist ook als je wilt dat je landen buiten Europa op een lijst zet, dat je ook kritisch moet kijken naar of landen binnen Europa op diezelfde lijst zouden moeten staan. Daar heeft de staatssecretaris een reactie op gegeven. Die is voor mij nog niet helemaal duidelijk. Dus daar zal ik hem zo ook nog een vraag over stellen. Dat is goed om te horen, maar voorzitter, als u me toestaat. Het was een betoog van Volt. Dus mijn vraag is, wat vindt uw partij daarvan? Want u bewondert Brussel altijd en u voert braaf uit wat ze u opdragen. Maar die stellen dat er geen Europese belastingparadijzen zijn. Dus dat moet dan voor u, daar zet u dan een punt en een uitroepteken. Dan gaat u voort, maar schijnbaar niet. Waarom? Ja, de voorzitter. Laat ik eerst nog op het eerste reageren. Volt is voor meer, betere en daadkrachtige Europese samenwerking. Ik denk dat gezien de enorme uitdagingen waar we voor staan ook absoluut noodzakelijk is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we niet ontzettend kritisch zijn op het functioneren van de Europese Unie zoals dat nu is. Want van ons betreft kan dat vele malen beter. En de Europese Unie functioneert op dit moment helemaal niet zoals het zou kunnen. Wij zijn daarom ook voor een Europese parlementaire democratie. Dus dat we nog veel meer ervoor zorgen dat we ook bevoegdheden daar leggen waar ze het beste uitgevoerd kunnen worden. Wat betreft dan de lijsten. Nou, ik stel dus daar ook de vraag van, moet daar ook niet landen als Cyprus, Luxemburg, moeten die ook niet daar opkomen? Omdat toch duidelijk is dat daar ook belasting ontweken wordt. En het is toch heel raar als we landen buiten Europa de maat gaan nemen, dat we dat dan niet zorgen dat we dat binnen Europa ook zo regelen. Dus ik heb daar misschien een andere kijk op dan dat de Europese Commissie dat heeft, zoals ik zo vaak heb. Vervolgt u uw betoog, meneer Dassen? Oh nee, toch niet. Ik zei dat te snel. Meneer Itzinga heeft ook nog een vraag. Ja, ik sloeg ook even aan op die casus van dat Spaanse bedrijf. En ik vind toch, en dat doet de heer Dassen zichzelf, vind ik echt tekort. Die zet er een frame neer alsof dat bedrijf om fiscale redenen naar Nederland is gekomen. Ik vind dat nogal een uitspraak. Het bedrijf zelf zegt dat het niet zo is. Overigens blijft het bedrijf met zijn feitelijke activiteiten voor een heel groot deel ook in Spanje actief en betaalt daar ook gewoon Spaanse belasting over. Maar ik vind dat we in dit huis wel heel voorzichtig moeten zijn met dit soort uitspraken. Want het zet heel erg een toon. En ik vind als je die toon zet, dat mag. Maar dan vind ik ook, dan moet je ook met bewijs komen. En ik heb dat niet gehoord. Ik heb alleen maar gehoord van ja, dat zegt een of andere, dat zegt de Spaanse premier of vicepremier. Dat vind ik vrij ongefundeerd. Dus ik vind als de heer Van Dassen oprecht van mening is dat bedrijf voor fiscale redenen naar Nederland is gekomen, dan zou ik graag van de heer Dassen willen weten welke fiscale overwegingen hebben daar dan specifiek aan ten grondslag gelegen. Anders vind ik het ongefundeerd. Nou ja, voorzitter, daarom geef ik ook aan dat formeel zijn ze niet voor fiscale redenen hier naar Nederland gekomen. Maar ja, vanuit internationaal wordt er toch aangegeven dat het toch wel zeer goed mogelijk is dat de redenen daar wel voor zijn. De heer Van der Lee en de heer Nijboer hebben er ook vragen over aan de staatssecretaris gesteld. En de antwoorden die daarop terugkwamen was eigenlijk dat de staatssecretaris daar zelf ook geen duidelijkheid op had. Dus ja, ik heb daar nou niet direct bewijzen voor, behalve dan dat er toch wel zeer veel nadruk ook vanuit de Spaanse collega's werd gegeven dat dit mogelijk wel het geval zou zijn. Daar refereer ik ook naar. Net als dat ik in de tekst ook zeg dat het formeel niet vanwege belastingafspraak is. Meneer Itzinga? Ja, mogelijkerwijs wel het geval zou kunnen zijn. Ja, dat vind ik echt, nogmaals, ik herhaal wat ik net zei. Ik vind dat ongefundeerd. Ik vind echt, als je dit soort uitspraken doet, het bedrijf heeft zelf gezegd, publiekelijk in de media, wij gaan naar Nederland omdat het daar voor ons makkelijker is om een dubbele beursnotering te hebben. Eentje in Amerika en in andere landen. Dat is de reden die het bedrijf zelf aangeeft. De staatssecretaris heeft in de beantwoording van zijn vragen die hierover door de heer Dassen terecht zijn gesteld, heeft daar een duidelijk antwoord ook op gegeven. En dan vind ik het toch wel moeilijk om het dan maar in de lucht te laten hangen. Dat er misschien ook wel andere redenen zouden kunnen zijn. Ik zou echt graag zien dat de heer Dassen dat terugneemt. Tenzij hij kan aantonen met bewijs dat inderdaad de belangrijkste reden voor dat bedrijf is geweest om naar Nederland te komen, dat dat fiscale redenen zijn geweest. Want dat lijkt me heel sterk namelijk. Meneer Dassen. Ja, voorzitter. Mijn letterlijke woorden waren dat
dat het internationaal kwaad bloed heeft gezet. Dat het formeel niet was vanwege het voordelig belastingregime, maar dat er vanuit de Spaanse collega's wel degelijk het gevoel is. En dat gevoel is ook ontstaan doordat Nederland jarenlang dit soort constructies heeft gefaciliteerd. Dus ik zie geen reden waarom ik dit terug zou moeten nemen. Gaat u verder. Dank, voorzitter. Dan ga ik door naar... even kijken. De vragen die ik wilde gaan stellen. Over de trustsector. De initiatiefnemers willen een verbod op de trustsector. Echter stelden ze ook dat zo'n verbod juridisch risico heeft en dat de handhaving en toezicht hierop uitdagend zijn. Waarom zijn bijvoorbeeld extra voorstellen van het SEO, zoals verplichten van lidmaatschap van de brancheorganisaties, of specifieke complexe structuren niet meer afdoende? En hoe kijken zij ook naar de poortwachtersfunctie die ook door de staatssecretaris wordt aangehaald? En aan de staatssecretaris vraag ik hoe hij kijkt naar de meer en minder ingrijpende maatregelen die door de SEO worden voorgesteld. Begrijp ik het goed dat er twee daarvan worden overgenomen en de rest niet? Welke stappen zijn er genomen om het toezicht op de trustsector te verbeteren en waar zitten knelpunten? Dan over de informatievoorziening. Zoals de initiatiefnemers terecht stellen, moet dit breder worden bezien. Er wordt nu spontaan informatie uitgewisseld en zou het niet goed zijn, vragen de initiatiefnemers om dat meer te borgen, bijvoorbeeld via een speciale Europese belastingautoriteit waar dat dan ook allemaal samen zou komen. En aan de staatssecretaris vraag ik om te reflecteren op de casus die geschetst wordt over Pfizer, waarin wel een kantoor in Nederland is, maar de activiteiten zeer beperkt zijn. En ook vraag ik aan de staatssecretaris wat de vorderingen zijn met betrekking tot de Unshell-richtlijn en hoe het krachtenveld binnen Europa er nu uitziet. Over de EU-zwarte lijst, daar staan de Cayman-eilanden, Bahamas en Panama, maar geen Europese landen. En zou het onze relatie met derde landen niet kunnen verbeteren als we ook kritisch naar onze eigen of naar eventuele belastingparadijzen binnen Europa krijgen? En uit de beantwoording van de staatssecretaris wordt me niet duidelijk waarom Europese landen nu een uitzondering zijn. Want als ik eigenlijk de argumentatie lees, dan zou geen enkel land daarop staan. En dat zou voor mij des te meer een reden zijn om ze dus daar wel onderdeel van te laten maken. Omdat je dan dus ook laat zien dat je ook kritisch naar je eigen landen kijkt. Over de innovatiebox. We lezen ook in de initiatiefnota dat de innovatiebox moeten versoberen, dan wel afschaffen. En er wordt verwezen naar een evaluatie van 2016. Maar zouden de initiatiefnemers kunnen aangeven hoe zij de innovatiebox dan het liefst zouden willen vormgeven of andere manieren hebben om innovaties te bevorderen? Of zijn ze het eens dat de innovatie in de huidige box niet voor iedereen werkt, maar wel het nut van zo'n instrument dat het wel heeft? En hoe zouden ze dat dan het liefst veranderen? En aan de staatssecretaris, hoe wordt de evaluatie van 2016 meegenomen? En worden de aanpassingen die daaruit voortgekomen ook beoordeeld? Over de baby-BV, daar geeft de staatssecretaris aan dat hij daar mee bezig komt aan te pakken. Bedoelt hij daarmee dat de BV's dan ook afgeschaft worden, de baby-BV's? En over lenen van de vennootschap. Die 700.000 was een politiek compromis, geloof ik, dat de staatssecretaris eerder heeft aangegeven. Wat zou hij zelf een goed bedrag vinden nu de leden de 17.500 hebben aangegeven? Dan afsluitend, ja, voorzitter, afsluitend aan de initiatiefnemers. U doet een behoorlijk aantal voorstellen. Grotendeels kunnen we ons daarin vinden. Natuurlijk zijn ze allemaal belangrijk, maar ik ben ook wel benieuwd van wat zijn nou de voorstellen waar volgens de initiatiefnemers het meeste winst mee worden behaald. Dank u wel. Dank u wel. Dat betekent dat we aan het eind zijn gekomen van de zijde van de Kamer. Ik kijk eventjes naar de betrokken mensen die antwoorden moeten gaan geven. Een kwartiertje hoor ik hier op rechts. Ja, we gaan een kwartier schorsen tot 14:15 en dan gaan we verder met dit nota-overleg. Tot zo.